Criminaliteit neemt complexere vormen aan. De boven- en onderwereld raken met elkaar verweven. Hierbij kan het functioneren van de lokale economie en het openbare bestuur in het geding komen. Dit noemen we ondermijnende criminaliteit en dit heeft een destructieve impact op de maatschappij. Hoe ontstaat deze ondermijning, hoe wordt dit herkend en op welke manier kan men in samenhang ondermijning aanpakken? Taskforce Riek Brabant-Zeeland is een samenwerkingsverband tussen gemeente, het OM, de politie, de Belastingdienst en de twee provincies Noord-Brabant en Zeeland. Deze samenwerking ondersteunt in de integrale aanpak tegen ondermijnende criminaliteit. Strafrechtelijk is dit de politie en het OM, fiscaal is dit de Belastingdienst en bestuurlijk zijn dit de gemeentes. Taskforce Riek Brabant-Zeeland ondersteunt de samenwerkende overheden en verbindt expertise, intelligentie, innovatie en actie met elkaar. Samen treden we op als één overheid tegen georganiseerde criminaliteit. Zo zijn we samen sterk tegen ondermijning. Onder deze instanties bestaat inmiddels een breed draagvlak om de diepere aard van de ondermijning te doorgronden en daartoe gericht toegepast wetenschappelijk onderzoek naar uit te laten voeren. De Taskforce RIEK is hiervoor begin 2018 een meerjarige samenwerking genaamd Ondermijningslab met het onderzoeksinstituut TNO aangegaan. Het onderzoeksprogramma focuseert zich inhoudelijk op drie onderzoeksthema's. 1. Gedragsanalyse en gedragsbeïnvloeding. Hier staat een beter begrip van het individuele gedrag van onder andere daders, slachtoffers, facilitators en getuigen centraal, zodat professionals daarop beter kunnen inspelen. In de praktijk betekent dit een betere psychologische inschatting van een persoon en het kunnen identificeren van mogelijke gedragsstoornissen. Maar ook, hoe kan de opsporing en handhaving hier hun strategie op aanpassen? Kortom, vooruitkijken en denken in het ritme van de operatie. 2. Analyse van fenomenen en modus operandi. Dit betreft, al dan niet datagedreven, modelvorming en analyse van de criminele handelswijze en de systeemcontext waarin deze tot ontwikkeling kunnen komen. Er wordt gekeken naar de processen in de onderwereld en wat hiervoor nodig is. Denk aan bijvoorbeeld een locatie van een drugslab of hoe geld wordt witgewassen. Er worden hypothesen bedacht die het criminele businessproces kunnen doorbreken of frustreren. Daarnaast worden indicatoren ontwikkeld op basis waarop de effectiviteit van dergelijke interventies vooraf kan worden beoordeeld en achteraf kan worden gemonitord. 3. Integrale aanpak en multi-actor samenwerking. Hierbij gaat het onder andere om het organisatiepsychologisch versterken van het duidings- en besluitvormingsproces in samengestelde teams die belast zijn met de aanpak van ondermijning. Samenwerking is essentieel, maar in de praktijk van samengestelde overheidsteams vaak lastiger dan op voorhand gedacht. Hoe stel je het optimale team samen? Welke competenties zijn daarvoor nodig? Hoe ga je om met tegengestelde belangen en incentives? En hoe kom je tot een gezamenlijke doelstelling en intentie? Op al deze drie thema's wordt vraaggestuurd kennis opgebouwd en vervolgens vertaald in concrete instrumenten die in de dagelijkse praktijk van de partners worden gevalideerd en gedeeld. Hiervoor worden drie werkvormen gehanteerd. 1. Scientist on the job. Wetenschappers van TNO worden embedded in de dagelijkse praktijk van de professionals belast met de aanpak van ondermijning. Ze draaien mee in de specifieke teams van de politie, gemeentes en het RIEK en brengen ter plekke state-of-the-art wetenschappelijke modellen en inzichten in of vertalen die in handzame instrumenten. De praktijk kan hiermee direct aan de slag. Andersom halen de wetenschappers direct vanuit de werkvloer inzichten op en vertalen die naar onderzoeksvragen. 2. Verdiepende en vernieuwende wetenschappelijke studies. Dit betreft het meer klassieke wetenschappelijke onderzoek, waarin TNO in nauwe samenwerking met universiteiten de wetenschappelijke state of the art op een bepaald gebied probeert te verleggen. Dat is onder andere gebeurd op het gebied van intimidatie, een middel waar de ondermijnende criminaliteit veelvuldig gebruik van maakt, maar wetenschappelijk gezien nog nauwelijks bekend van was hoe het nu eigenlijk precies werkt. 3. Borgen en delen. Naast toepassing en vernieuwing is er structureel capaciteit vrijgemaakt voor kennisoverdracht en borging in de vorm van handreikingen, methodes, protocollen, onderwijs en workshops. De samenwerking tussen TNO en het Taskforce RIEK Zeeland-Brabant in het Ondermijningslab is nu 3 jaar verder. We kunnen terugkijken op een heel interessante, relevante en zeker ook succesvolle bijdrage van de wetenschap aan bestrijding van ondermijning in Zuid-Nederland.
Het voornemen is dan ook om het ondermijningslab met 3 jaar te verlengen en tegelijkertijd de samenwerking in RIEK-LIEK-verband uit te breiden.